aan de vooravond van de start van de Tour de France alle aandacht voor de wielerhelden van weleer. Beelden uit 1958. De Tour de France trekt gedurende 10 kilometer door Zeeland. Voorafgegaan door de reclamekaravaan is die 27 juni het peloton bij Ede de grens overgekomen. Bij Sint-Anna-Termuiden duiken ze België weer in. In het in tweeën gebroken peloton legendarische namen. Louison Bobet, André Darrigade en Federico Bahamontes, de adelaar van Toledo. En onze eigen Gerrit Voorting, die die dag in Duinkerke deze etappe op zijn naam zal schrijven. De Tour de France in Zeeland. Alle reden om stil te staan bij het Zeeuws wielerverleden. Het is 1985. Al sinds jaren hebben we dan in Zeeland een eigen ronde die staat als een dijk. De Ronde van Midden-Zeeland. Dat jaar wordt er vanaf de Vlissingse Gildeweg vertrokken. Hier is dan de supermarkt Miro gevestigd en die is dan hoofdsponsor van dit evenement. Het is voorzitter Piet Lauwersen links die deze grote kruidenier over de brug heeft weten te halen. Jarenlang steekt Lauwersen al zijn energie in deze ronde. Naast sponsoren weet hij allerlei coureurs met klinkende namen voor zijn ronde enthousiast te maken. Wat te denken van Laurent Fignon, die we hier tussen Capelle en Cloutinet zien fietsen. Hij is de winnaar van de Tour de France in 1983 en 84. Zo'n grote naam in het peloton, dat geeft aanzien. Als we in 1985 op het Miro-terrein onze ogen goed te kost geven, zien we meer grote namen. Daar arriveert Joop Zoetemelk. Peter Post, de ploegleider van het Panasonic-team. Henk Lubberding is een van de renners uit die ploeg. Eddy Plankaert, die door de pers wordt opgewacht. Jan Raas in het rood-wit-blauw, omdat hij dat jaar kampioen van Nederland is. Maarten Ducro, een Walgenaar, in het peloton de koning van Biafra genoemd. Als de renners klaarstaan voor vertrek, schakelen wij gelijk door naar de editie van het volgend jaar. Nee, geen beelden van de rally Parijs-Dakar, maar een bijzondere editie van de Ronde van Midden-Zeeland. In 1986 is de bouw van de stormvloedkering al in een vergevorderd stadium. De weg over de Pijlerdam is nog niet toegankelijk voor het verkeer. Het complete werk zal pas een half jaar later worden voltooid. Toch weet de organisatie van de ronde de Rijkswaterstaat over te halen om voor één dag deze weg open te stellen. Om de weg in aanleg geschikt te maken voor de coureurs, moet de organisatie de handjes flink laten wapperen. Ze hebben honderden rubberen matten laten maken en die worden door tientallen vrijwilligers over de betonnen naden van de toekomstige rijweg geplakt. Hiermee weet de organisatie van de ronde Zeeland en zichzelf flink op de internationale kaart te plaatsen. Wie weet, zien ze dit in Frankrijk en worden ze daar wel warm om hier de Tour de France een keer te laten finishen. Het levert unieke beelden op. Als het traject over de Pijlerdam richting Neeltje Jans is genomen, gaan de renners over een weg in aanleg richting Hullebrug naar de kop van Schouwen. Op naar Goes. Het internationale gezelschap van dat jaar bezig aan de laatste kilometers. Het zijn de mannen van de Quantumploeg onder leiding van Jan Raas die er met de hoofdprijs vandoor gaan. Gerrit Solleveld wordt de winnaar. Winnaar van een ronde van internationale allure. Verreden op Zeeuwse bodem. We'll be right back.